te geloven. Let op, hier staat er een. Oh. Ja, inderdaad, we gaan weer boomstam werpen. U ziet het, ik sta al klaar met de boomstam. En eveneens met de deelnemers, Wim. Misschien ga ik even vertellen wie het zijn. De eerste boomlange uitdager lijkt wel een woudreus, Piet Flikweert. De tweede uitdager gooit vandaag de buik erin, Gorrit Visser. En de oersterke recordhouder met 9 meter en 44 centimeter, Piet Hannema. Veel succes met het verdedigen van je recorden zo meteen. Ja, wie zou gaan winnen? Want we hebben ook, zoals u zag, twee hele sterke nieuwe uitdagers. Wordt het A, B of C? Maak jullie keuze bekend. Wie gaat het worden? Een A zien we bij Kees. Een C bij Patricia. En bij Jam. Hallo Jam. Hallo Jam, bordje. Oh, sorry. Hallo bordje. Oké. Sorry. Laten we snel teruggaan naar de boomstammen van kerels. En het record. Tweede record van vanavond. We kunnen bijna gaan beginnen. Ik sta hier klaar met Charlie. Hallo. Onze deskundige jury. Ja. Wat waren ook weer de spelregels? Ze moeten de paal dus roteren in de lucht. En ja, eigenlijk zo ver mogelijk weggooien. Maar ze moeten een hele rotatie maken. Een hele rotatie, ja. Daar zit hem de kneep. 9,44 is het record. Dat is een respectabel record, ja. Dat dacht ik wel, ja. De eerste deelnemer staat klaar. Voor de eerste poging. Heel veel succes. Ja, ze krijgen twee pogingen. Twee pogingen. Oké. Okay. Ja, eerste worp, Piet Flikweert, 13 meter 34. Is het ver? Concentratie, het is nogal een record, 13-34. Heel veel succes. Dankjewel. Oké, kom op, Warp. Lekker de buurt. Rustig aan. Meter 46. Eerste poging Gorrit Visser. 9,46. Ja, niet verkeerd. Moet er nog een paar meters bij, hè? We hebben al tweede poging, dus we zullen het best even doen. Dus, oké. Okay. Je record is al aan het diggelen, Piet. Wat doe je eraan? Ik heb het gezien. Ja. Ik zal mijn best inkomen. Heel veel succes, jongen. Ja, heb ik wel nodig. En dan wow, een hele mooie. Ja, ja, we sterren dan de vorige keer. 10 meter 38. 10 meter 38. Correct. Ja, is niet verkeerd. Oké, okay. Tweede poging, Piet Flikweert. 13 meter 1 centimeter. 13 meter 1 centimeter. Wil je niet liever dwerg werpen, want dan is het een stuk rustiger. Hey, daar gaat hij al. Wat ging er mis? Nou, we landen dus over de balk. En je moet echt achter de balk blijven. Goed, de laatste poging voor Piet. Piet, zet hem op, jongen. Oké, kom op, Piet. Een goede powerworp. Ja. Kom op! Weer een stukje verder. Nog. Tweede poging. 10 meter 51. 10 meter 51. Onze recordhouder is onttroond. Helaas, helaas, helaas. Een prachtig nieuw record van 13 meter en 34 centimeter.
En Piet is de man die dat voor elkaar gekregen heeft. Gefeliciteerd, jongen. Je hebt gewonnen. Ja. Ik heb er 1000 gulden voor je. Alsjeblieft. Verdien. En 1000 gulden stoppen we in de kluis ook voor de eventuele uitdagers. Als er dan mensen zijn die dit beter kunnen, sturen een kaartje naar de recordshow. We hebben er allemaal een hard hoofd in. En we danken ook Challenge van de Bos voor zijn deskundige jurering. Hoe doen ze dat dan ook alweer in Schotland? Als ze klaar zijn, dan is het tijd voor...